Of die ringenknoop was voor mij gewoon erop of erop. In Japan en Amerika noemden ze me altijd Dirty Bob. En dat komt eigenlijk min of meer omdat ik me niet altijd heel erg netjes aan de regels hield. En op het moment dat ik die kooi inkroop, die octagon, of die ringenknoop, was voor mij gewoon erop of eronder. Dood of de gladiolen. En niet op een normale manier proberen te winnen, probeerde ik het in een wat minder nette manier te winnen. En daardoor had ik heel veel mensen die me haten, maar ook heel veel mensen die me weer... Ja, die het weer leuk vonden wat ik deed. Dus, en de mensen die me eigenlijk haten en mij graag zagen verliezen, zaten toch op de tribune omdat ze me graag zagen verliezen. Ja, dat zijn er wel een paar. Maar dat zijn niet allemaal voor mij, hoor. Die zijn ook voor mijn vrouw. Dus zijn mijn vrouw en mijn beker samen eigenlijk. Dit is een van mijn eerste bekers, is dat. Ja, nou heb ik mijn leesbeeld niet op. Dat was een kickboxwedstrijdje in Haarlem. En die heb ik verloren trouwens. Ja, je verliest wat in het leven en je wint wat in het leven. En wissel, draai om, pak een andere kneus. Doortikken, kom op. Stoot vanuit je kin, jongens. Kom op, tikken. Tik, 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 tik. Kom op. Bam, 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 bam. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Rust. Rust. Eigenlijk ben ik een beetje mistig geweest. Ik ben een beetje de weg kwijt geweest. Een beetje ontspoord geweest. Ik was 12, toen liep ik van huis weg naar Amsterdam. Dat was in de kraakperiode. Toen ben ik eigenlijk een beetje daar van kraakpandje naar kraakpandje beland. In drugs in aanraking gekomen. Wat niet helemaal goed ging. Ik bedoel, als je 12, 13 jaar bent, dat weet je wel. Dus eigenlijk helemaal niks. Dus dat is een beetje fout gegaan met de drugs. En op een gegeven moment ben ik via justitie, waar ik toen mee in aanraking kwam. Want dat was eigenlijk iets wat eigenlijk niet meer te ontlopen viel. Ben ik eigenlijk min of meer een beetje op het goede pad gekomen. En ben ik ontdekt dat sport heel veel voor mij kon doen. Ik had heel veel agressie in mijn lijf, heel veel boosheid in mijn lijf. Waar ik mee leerde dealen toen ik op vechtsport ging. Ik begon met karate en judo. Ik ging kickboksen, toen ik een tijdje kickboksen. Ik kwam het MMA, toen de tijd heette dat nog het free fight kwam in mijn leven. Ja, en dat was helemaal de bom. Japan waren ze zoekende naar wat is nou de sterkste vechtsport wat er bestaat. Is de kickboksen sterker? Is de kung fu sterker? Is de judo sterker? Nou, laten ze dus gewoon met elkaar competitief gaan strijden. Ja, en toen merkten de staande vechters, dus de kickboksen, de karateka's, dat ze op de grond, dus het grondgevecht, niet machtig waren. En de judo's en de worstelaars die merkten dat ze het staande gevecht niet machtig werden. En toen zijn ze dat eigenlijk dus gaan husselen. En zo is eigenlijk het MMA ontstaan. Ik heb daar nog, dat is wel een hele pakken is dat. Die staat hier in het hoekje, moet je even door het gaas, moet je even filmen. Hij staat naast die grijze paal op die... Toen moest ik voor de wereldtitel kickboksen moest ik vechten. En toen moest ik tegen Tsio Pojo, dat was een Serf of een Kroaat. Nou, daar wil ik vanaf zijn. En in de derde ronde verbrijzelde ik mijn enkel met een trap op zijn lichaam op zijn elleboog. En die wedstrijd heb ik wel uitgevochten, maar dan op één been. Ik heb hem wel verloren op punten, dat wel. Ik heb er wel enorme lastige blessuren over gehouden. Kijk, ik zit hier op mijn voeten, zit een enorme bult. Want ze hebben toen een stukje bot hebben ze toen uit mijn enkel, uit mijn heup in mijn enkel gezet. En nou ja, goed. Topsport is niet echt heel gezond. Ik ben tevreden over mijn leven. Ik heb heel veel fouten in mijn leven gemaakt. Ik heb mezelf en andere mensen heel veel verdriet gedaan, vooral in mijn drugsperiode. Maar ik heb het niet zonder kunnen doen, zonder mijn vrouw. Hè. Zonder haar had ik dit alleen niet gered. Want het is heel moeilijk om het alleen allemaal te redden in het leven. Heel veel vrienden. Van toen de tijd zijn die dood, zwerver of nog steeds junk of ik ben er nog steeds. Kom jongens, gaan we naar de zit. Kijken of daar nog wat te beleven valt. Vanuit het huis van Sjoerd, een beetje orde op zaken stellen. Dat is altijd wel heel leuk, altijd wel spannend. Ja, toch wel spannend.